jongen. Dat was een geit, hè. Hardcore free for all. Yeah. Stay wary, pick your shots. Omdat ze mijn... Waar staat? Hoe is deze muur nu? Dat ja, overtuigd de hele. Ik heb een kogel gehad. Auwa! Ik zweer het je, zo'n Vanta bij een vrouwelijke vrouw is boven ons woord. Hey. Ja, hoor, een jaar, 80 jaar of zo. Auwa, maar die is echt net zo knapperig als die. Nou, die trekt echt niet zo. Die is echt precies zo, ouwe. Daar kan je een documentaire over maken, die. Die leeft nog in 1940 of zo, weet je wel, met de oorlog. Oh ja. Aan de ene kant wel zielig, maar ja, wat hoor dat die uitkraamt, hé. Oh, wow. Hey! Die is helemaal alleen, hè. Oh, die kan uren met zichzelf lullen. Uren. Ja, hey. Schreeuwend ook nog, hè. Ja, dat is echt erg. Ik heb daar video-opnames van, ouwe. Leuke opnames. Ik kan ook uren tegen mezelf lullen, maar ik schreeuw nooit. Nee, maar ja, weet je, niet, niet zozeer tegen jezelf. Ze denken eigenlijk dat er gewoon mensen zijn in de huis of zo. Ik weet het niet, weet ik het al. Wie? Met een nacht, hè? Die heeft een delire. Die heeft een oma nou toeval liggen. Oh, die is er al water. Dan lag je kapot. Ja, dat is zielig, man. Ja, van de ene, weet je, als het nog niet zo heel erg is, dan gaat het nog wel. Maar echt, de ene van de oma uit, is die hierboven, man. Oh, je buren of wat? Ja, mijn bovenbuur ook nog. Ik heb zo'n 201 kap, weet je wel, maar dan boven de onderwoning. Oké. Maar die hebben we misschien niet, weet ik het allemaal van school wat. Met je kut, meis. Goed zo, je leert nog heel goed, Pat. Ach, man, volgende week, deze week heeft hij nog echt dezelfde weer, hè. Als ik te vaak gekeld kan worden bij jou wel, ja. Komt-ie. Ah, nee. Ah, kut, ik was nog aan het laden, man. Komt iedereen hier uit de buurt of wat ook nog? Zoiets, ja. Dat is wel cool, hè? Nou, ja, eigenlijk. En Dennis en Michelle wonen in het buitenland. In de laden, hoor. We zijn naar buitenland geweest, ja. Ja, een Duits... Wat is dat, een Duits plaatje? Plaatje. Schienen. Schienen. Schienen, ja. Schienen. Ja, dat is een buiten park geval daar, jong. Oh, hoor. Ja, dat is Schienen. Dat is een oefen. Patrick, hoor, hey. Patrick, hou ons op met die bommen, ouwe. Dat is wel de derde keer. En het jong schiet zo door je heen. Oh, schade vlekken nee, erop. Nee. Dat lag je toch ook, hè? Oh, wat een leuk, man. Ik ben al echt zat dat je dat zegt. Nee, wat? Michelle, ik heb niks te zeggen over dat je op het scherm kijkt. Nee, maar je bedoelt het wel, maar ik kut lachje van je. Ruzie. Oh.
Nee, we hebben nooit ruzie. Wie is er op het nemen? Wie is er op het nemen trouwens? Ik. Oké. Okay. Oh nee. Ja. Ik vind het zo mooi, ja. Ik heb ook eigenlijk nooit ruzie met mijn vrienden. Ja. Maar als ze zijn in gamen, is het inderdaad ook aan. En je kijkt naar elkaar aan, maar vind je eigenlijk zin. Met, over gamen maken we wel een beetje. Ja. Godverdomme, ja. Je wilt wel lachen. Lachen is hier op. Loop maar er doorheen. Hoppa. Ah, get. Kut, hij loopt er ook gewoon zo langs, jong. Ja, wat draait dat voor? Nou, weinig nog. Ga niet, ik ben dood. Ja, maar. Ah! Fuck jou, jongen. Shit, nice. Patrick, ja. Ik ga wel lekker op elkaar liggen, jongen. Lekker op elkaar liggen, jongen. Hoppakee. Kutte, ja, mijn wapen is niet zo zwaar rijk. Alleen maar smoesjes, de hele tijd. Wacht, Michelle. Patrick is echt zo'n met de raam van zwapen. Als je een ruzie hebt, dan roep je aan de overkant van de straat. Hè. Als de mensen komen, rent hij weg. Hier, op in de rug. Pistolenpauwtje. Pistolenpauwtje. Nee, komt hij teruglopen, die trekker. Echt stom. Slim toch, nee? Hoppakee, 30, 12. Sportief, 18. Ik had dat niet eens zelf in de gaten. Ik denk, ja, doe maar mijn best hoor. Maar... Ik moet je waar, ik denk. Oh, Michelle gewoon, hè, lekker.